153, 54, 55, 156 kilometer. 36 kilometer te hard. En dat op het punt waar hij notabene zelf aan de overkant heeft staan flitsen. Dit is de route die de flitsauto heeft gereden en waar wij een snelheid hebben geconstateerd van 156 kilometer per uur. De Subaru blijft te hard rijden, steeds minimaal zo'n 15 kilometer. Ja, staat op de bord 100 aan de linkerkant, dus misschien werd het veel op de bord 100. Dan rijdt het 40 kilometer te hard, jongens. Ja. Dan passeert hij een bord met 100 kilometer. Hij laat zijn snelheid iets zakken, maar hij blijft te hard rijden. Een beetje oppassen met de langzaam. Vlak voor de Schiphol-tunnel rijdt hij 23 kilometer te hard. En dat betekent een boete van 170 gulden. Na de Schiphol-tunnel neemt de bestuurder de A9 in de richting van Amstelveen. Hier staan diverse flitspalen langs de kant van de weg. De bestuurder past zijn snelheid onmiddellijk aan, maar zodra hij de laatste flitspaal is gepasseerd, versnelt hij meteen. Op de A9 geldt een snelheidslimiet van 100 kilometer. Maar de Subaru rijdt steeds zo'n 20 kilometer te hard. Hij haalt dan ook iedereen in. Het bord aan de linkerkant van de weg, dat hij hier passeert, geeft toch duidelijk de maximumsnelheid aan. Hij rijdt hoog van Amstelveen. Maar die limiet geldt blijkbaar niet voor hem. Met de 78.7, nog steeds 20 kilometer hard van constant. Ja, en we hebben ook niet idee dat hij zelf geflitst is. Dat is helemaal... Wederom een bekeuring voor deze politieman. 26 kilometer te hard. 220 gulden. De bestuurder neemt de afslag naar de A2 richting Utrecht. Alsof die flitspalen daar ruim gewoon normaal staan. In de bocht wordt nog even flink gas gegeven. Een overtreding van 31 kilometer per uur. En dat betekent dan een boete van 280 gulden. Dan naderen we bij Apkoude een file en wij houden het voor gezien. Snelheidscontroleurs veranderen in snelheidsduivels. En wetshandhavers in wetsovertreders. En wat u zag is nog niet eens alles wat we registreerden. Zo is er nog een flitser die op de N207 bij Alphen aan de Rijn de maximumsnelheid aan zijn laars lapt. En een collega die op de A2 zich alleen aan de maximumsnelheid houdt als hij flitspalen passeert. Maar vervolgens ruim 20 kilometer te hard rijdt. En als er mij één ding duidelijk is geworden bij onze actie, is het wel dat het hier geen incidenten betreft. Wel nee, bijna bij iedere test was het bingo. Politiemensen overtreden stelselmatig de regels die ze zelf moeten handhaven. Deze week confronteerde ik hun directe baas bij het Korps Landelijke Politiediensten met ons materiaal. Deze kant? Ja, kom hier. Een goede Subaru Forester, een auto die we al eerder hebben gezien. De maximumsnelheid is hier 120 kilometer. Nou, is dat even slikken of niet? Nou, het is niet goed in ieder geval, laten we dat voorop stellen. Wij hebben wat dat gaat een voorbeeldgedrag, ook natuurlijk naar alle andere burgers toe. Deze snelheidsovertredingen die horen wij ook niet te plegen. Wij horen net zo goed als ieder andere burger natuurlijk aan de snelheid te houden. Daar hebben wij ook regels voor binnen onze organisatie. Al enkele jaren, net als ieder andere korps. Dat daar waar overtredingen gepleegd worden, mensen deze ook zelf moeten betalen. Tenzij natuurlijk voor de uitoefening van hun functie uiteraard. Maar goed, dat kan ik op dit moment zo even niet bezien. Dat zullen we moeten navragen. Maar is het niet heel erg stuitend dat juist de mensen die met droge ogen automobilisten staan te flitsen, die 10 kilometer te hard rijden, dan vervolgens op dezelfde weg notabene gewoon zelf 30 of 40 kilometer te hard rijden door rode stoplicht te rijden? Dat is toch helemaal niet te verkopen? Nee, dat is ook niet te verkopen. Dat is ook niet goed. Ik praat het ook niet goed. Dat heb ik u net gezegd. Wij zullen net zo goed als ieder andere burger moeten onze verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Wij hebben ook een voorbeeldgedrag daaromtrent te voldoen. Zeker omdat het ook
allemaal onopvallende auto's zijn. Het is net als iedere andere auto, is het een burgerauto. Het zou nog anders wezen als het politieauto's zijn die op weg zijn naar een bepaalde activiteit voor de uitoefening van hun taak. Nou, ik heb het net al gezegd, dat kan ik op dit moment zo niet bekijken, maar daar lijkt me daar geen reden voor. En wij zullen daar ook onze verantwoordelijkheid voor moeten dragen. En nou heb ik wel het idee dat het hier niet om een incident gaat. Hè? Het is niet zo dat wij 100 auto's moesten afleggen om tot 4 of 5 overtredingen te komen. Nee, eigenlijk iedere auto waar we maar achteraan reden was raak. Ja. Wat geeft dat aan? Nou, dat geeft natuurlijk aan de ene kant aan dat wij ook mens zijn. En dat wij net als iedere andere burger ook wel eens fouten maken. En hiermee praat ik het dus niet goed, maar dat kan dus ook gebeuren. En dat wij intern natuurlijk dit nog eens een keer zullen bekijken. En daaromtrent nog afspraken zullen maken. Zoals we kunnen zien zijn er dus meerdere voertuigen van meerdere korpsen geweest. En ik zal ook zeker met andere collega's daarover in gesprek gaan, dat we daar nog eens een keer de nadruk op leggen. De KLPD gaat hiermee aan de slag. En terecht lijkt me, want als u en ik worden betrapt, heeft dat ook gevolgen. Ik ging met de belden ook naar officier van justitie meester Spee, de crimefighter van justitie als het om verkeerszaken en met name snelheidshandhaving gaat. Ook hij spreekt duidelijke taal. Goedemorgen. Goedemorgen, Fries. Peter Fries. Kom verder. Ja, meneer Spee, zie ik bij u enig schaamrood op de kaken? Ja, ik vind het zorgelijk. Zorgelijk? Ja, ik vind dit kan niet. Ik bedoel, mensen die zelfs wat te controleren, die moeten zich juist aan de snelheid houden. En kan het niet zo zijn dat als je spullen inpakt en je gaat weg, dat je, nou, door rood licht is ook helemaal belachelijk, maar ook die snelheidsoverschrijdingen slaat nergens op. Van wat voor mentaliteit getuigt dat nou? Als je met droge ogen mensen staat te flitsen die 10 kilometer te hard rijden. En vervolgens rij je zelf naar huis en rij je 30, 40 kilometer te hard en rij je door rode lichten. Ja, ik zou die mensen er graag op aan willen spreken. Dat zal waarschijnlijk wel gebeuren ook. Maar ja, ik weet niet wat voor mensen het zijn. Maar het is een mentaliteit die niet past bij een politieman die staat te controleren. Als je met je vak bezig bent. En wij proberen uiteraard ook de politiemensen die dit werk doen te brieven en te zeggen, vrienden, je staat daar niet voor de lol. Je staat daar omdat mensen te hard rijden en daar gebeuren ongevallen door. En als je daarmee klaar bent en je rijdt terug naar je kantoor, dan hoor je zelf ook aan die snelheid te houden. Is dit nou de arrogantie van de macht? Wij zijn politie, ons kan niks gebeuren. Wij delen zelf bekeuringen uit, maar ja, kunnen ze zelf niet krijgen. Je ziet toch een bepaalde angst, hè, dat hij bij de flitspalen wel stopt. Kennelijk weet hij dat wij toch een beleid hebben dat als hij op de flitspaal staat, dat er niet zomaar geseponeerd wordt, ondanks dat hij van de politie is. Dus dat vond ik heel apart dat u constateert dat hij bij de flitspalen dus afremt om vervolgens weer gas te geven. Dus het is kennelijk het verhaal van niet voldoende oplettend en onjuiste instelling. Hoe denkt u nou dat deze gang van zaken overkomt bij de gemiddelde automobilist die al heel veel moeite heeft met uw beleid? Heel slecht. Ja. Nou, daar ben ik heel duidelijk in. Dit hoort absoluut niet. Daar krijgt u de komende verjaardagspartijtjes weer nodig over te horen? Ja, maar voor die tijd denk ik dat we al een paar gesprekjes gevoerd hebben op die plaatsen waar ze thuis horen. Wij hebben u zelf ook een keer een dag gevolgd. Oh jee. Bent u bang voor de uitkomst? Hoor. Nee, ik zeg nogmaals, ik kan ook best een paar kilometer hard rijden. Maar ik durf, voordat ik het zie, te beweren dat ik geen 150 gereden heb op stukken waar je 120 mag rijden. Dat weet ik zeker. Nou, dat ziet u goed, want wij hebben u de hele route op geen enkele snelheidsovertreding kunnen betrappen. Bent u daarmee de enige Nederlander die zich aan de maximumsnelheid houdt? Nee, er zijn er veel meer. Mensen van dit bureau worden er ook op aangenomen dat ze zich aan de maximumsnelheid houden. Ja, maar ik neem aan dat ze bij de politie er ook op worden aangenomen. En toch zien we dat helemaal fout gaat. Ja. Nee, maar nogmaals, als je de boodschap verkondigt, dan moet je je er wel aan houden, vind ik. En tenslotte 3VO, de organisatie die nog nooit een snelheidsovertreding heeft goed gepraat. Maar woordvoerder Bert Woudenberg, u kent hem van radio en televisie, reageert bepaald niet zoals je zou verwachten. Nou, wat vindt u hiervan? U zegt dat het politieauto's zijn. Ja. En ik weet dat zij tijdens hun werkzaamheden ook andere dingen doen. Dus misschien waren we wel met bijzondere taken bezig, behalve alleen maar flitsen. Ik weet het niet. Misschien waren het ook auto's met flitslicht, die ook onderweg werd gefotografeerd. Ik weet het niet. Ja, wat wilt u daar nou mee zeggen? Dat die beelden me niks zeggen.
omdat ik weet niet welke opdracht ze bezig waren. Want u zegt dat het allemaal politieauto's waren. Zij waren bezig om de snelheid te fotograferen, ja. Ja, ook onderweg waarschijnlijk dan? Nee, niet onderweg. Dit waren statische posten. We hebben ze ook opgewacht op het moment. Zou ik van de KLPD moeten vragen of ze ook nog andere taken hadden dan statische posten? Wat u zegt, dat weet ik niet. Nogal terughoudende, iets wat merkwaardige reactie van een organisatie als 3VO. Maar die is waarschijnlijk goed te verklaren uit het feit dat Bert Woudenberg toen al wist dat we ook hem hebben achtervolgd. Dat hij even later met onze beelden zou worden geconfronteerd. Maar voordat het zover is, laten we u eerst het rijgedrag van het boegbeeld van 3VO zien. Onze achtervolging begint 's morgens vroeg in de woonplaats van Woudenberg. De woordvoerder van 3VO heeft deze blauwe Volkswagen Passat. We besluiten.